Gent zorgden de voorgerechten niet voor een wauw-effect. Hopelijk bevalt de fel geprezen vol-au-vent Vicky en Nathalie wel. Klassieke wezen. Oma's borden. Super. Ja, ik vond het al zalig dat die vol-au-vent in zo'n mooi potje kwam. Zo die oude stijl van vroeger. Dat was heel... Ja, ik vind dat gewoon leuk. Zo de pot op tafel. Dat paste. Dat was zo... Ja. En dat is de vol-au-vent. De nieuwe versie komt er dadelijk aan. Alright. Veel balletjes. Kom, jong, afgeven. Alle zeg, niet alles ga je alleen hier op liggen snopen. Zo. Hè? Zo. Dank u. Smakelijk. Zo dat klassieke, dat zijn toch wel jeugdcentrum. Nee, jongen. Dat is echt, daar blijven we nog teruggrijpen. Die bereiding deed me echt wel denken aan de keuken van mijn moeder. Weet je, authentieke smaken, goed gebracht, met respect voor het product ook. De structuur van die saus is ook niet te dik, niet te licht. Dit is voor mij... Heel juist, hè? Dit vind ik afgesmolten. Ja. Weet je, we voelden, dat is een bereiding, dat is geproefd en nageproefd. Dus daarom, met klassieke dingen is niks mis, maar je moet ze gewoon top uitvoeren. En dat is dus de kunst. En dit is een perfect voorbeeld van klassieke keuken, perfect gebruikt. In de keuken legt Maël de laatste hand aan de nieuwe versie van de vol-au-vent. Ik ga toch die kalfsvlees ervan laten, hè? Ja, ja. Voor haar is het een extra stukje kwartel. Ah, ja, ja. Okay. We gaan hem nog moeten bedanken voor onze foodkosten naar beneden te doen. Ik ben weg. Salut. We zijn nog zo aan het genieten van dit. Ja. Echt zalig. Dit is echt super. Echt super. Dus na jullie vol-au-vent heb ik hier dus de kwartel, uw schijf van truffel en vogelmuurkruis. Dank je wel. Smakelijk. Dank je. Ja. Weet je, die brengt hij. Mijn hart zit er vol. Die is zo fier op de dingen die ze maken. Ja. Want dat is gewoon om te zien. Oprecht. En deze snap ik ook veel meer wat dat met dit te maken heeft. Dus denk ik, ja, ja. We pakken geen kip, we pakken een kwartel. Een edel product. Nou, een mooi geheel. Ja, werkt wel. Deconstructie, dat is zo een heel technisch woord voor in de bouw of zo. Deconstructie. Maar ik begrijp de theorie erachter. En theoretisch werkt hem, maar in de praktijk werkt hem ook. En dat bewijzen zij. En ja, ik vind het toch wel straf dat je met een sterk nieuw concept kunt komen en dat het dan ook nog eens werkt. Dat is wel te veel. Maar voor mij veel minder. Een stevige portie, ja. Twee stukjes wezenlijk. Ja. De helft daarvan had genoeg geweest. Misschien kunnen ze daar wel een beetje in kutten of zo, van hun foodkost. Alle producten zijn duur producten en ze zijn ook heel prominent aanwezig. Zwezerik erbij, wat truffel, champignons. Dus dat maakt het allemaal niet goedkoper. Maar dus ik denk dat ze hier in de foodkost wel niet onder controle worden. Prijskwaliteit mag hier een heel tevreden klant zijn, want als ze echt naar de foodkost gaan tellen, dan denk ik toch dat ze wel gaan verschieten. Ja, wel lekker. Ik ben wel tevreden. Ja, ik voel me eigenlijk hier happy. Was het in orde? Ja. Maar meer dan. Ja, je mocht die polletjes kussen met zonnekom. Echt wel. Ja, echt wel. Dank je wel. Zeer, zeer. Dank je wel. Super. Stefanie? Ja, wel. Ik mag in mijn twee handen in mijn polletjes wrijven met zo'n kok. Dat is echt? Ja. Top, hè? Goed, hè? Allee, nu nog die topdessert, Slander. Ja? Mag komen, hè. Succes, hè, jongen. Jo, merci, man.